Goeiedag, dit is vandaag 25 juli 2023. Die volgende paar dagen gaan ons bij een paar vrouwen in die Bijbel kuier. Kom reis saam met mij en hoor waar die Heere ook die hulle verhale vir ons wil leer. Ek wil jou nooi om Exodus 2 vers 1 tot 10 te lees. Ons tekst vandaag is Exodus 15 vers 20 tot 21. Miriam, die profetes, sister van Aaron, het een tamboerijn gevat en al die vrou het met tamboerijne achterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Heere, omdat hy hoog verhewe is, perd en ruiter het hy in die see geslinger. Iemand het een keer gesê, die moeilijkste instrument om te bespeel is die tweede viool. En dis die plek wat God toegekend het aan Miriam. Hoewel Miriam die oudste kind in die gezin was, het Miriam groot geworden in die skaduwee van haar twee broers, Aaron en Moses. Vroeg in haar leven moest zij Moses oppas toen hij nog een klein babiekie was en sy ma om in 'n bisie mandjie op die Nijlrivier gelos het. Die kindjie wat Miriam opgepas het, sou groot geworden het en die eerste 5 boeken van die Bijbel skryf. Hij zou 40 jaar lang die bemiddelaar wees tussen God en zijn volk. Na Miriam's rol als oppasser van die baba Moses, hoor ons niks verder van Miriam's leven nie. Tot na die uittocht uit Egypte. Terwijl Moses en die mans die bevrijdingslied sing, begeleid Miriam die vrouwen met tamboerijn en dans om God te eer. Wat duidelijk uitstaan uit hierdie paar verse is dat Miriam beskou word as 'n leier onder die vrouwen. Miriam het echter bitterheid in haar hart rondgedra. Sy gee uiting aan haar bitterheid deur haar broer Moses openlik aan te val en om in die verleentheid te bring. Sy het haar broer Moses gekritiseer en aangeval in plaas daarvan om hom as leier te ondersteun. Die gevolg van haar sonde is dat sy melaats geword het. Moses roep die Here aan en bid vir Miriam se genesing. Miriam wordt gezond. Miriam het geworstel met Moses' gezag. Ik weet, ons het vandaag ook baie uitdagings met ons leierskap in ons land. Toch blijft het ons plig om vir hulle te bid, al stem ons niet saam met hoe hulle ons land bestuur nie. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, ek wil graag vir al kom intree vir die leiers van ons land. Seën hulle asseblief met wysheid. Lei hulle om ons land goed te bestuur. Amen.